Centerparks weer. Dag dames en heren, goedenavond. Voor de komende twee dagen wordt droog weer verwacht, maar met de Pinksterdagen dan kunnen er weer wat buien vallen. We hadden vandaag een noordwestelijke wind. Dus noord in richting met zeer hoge temperaturen. Een kleine depressie op de Noordzee. U ziet in Engeland zo tussen 12 en 18 graden. De warmte die zit aan het randje van mijn kaart. Hier van Zweden tot aan Polen. En ook boven Zweden ligt een lage drukgebied. Kijk eens even hier in dit gebied. Lage temperaturen. En op die grens daarvan daar heb je natuurlijk het meeste weer. Dus vanaf Zuid-Noorwegen over Denemarken. Grote delen van Duitsland tot aan de Alpen. Daar heeft het gegoten vandaag. En boven Engeland, door deze depressie, zaten wat kleinere buien. Maar ook de nodige opklaringen. Naar morgen toe. Die grens die ligt nog steeds boven Europa. Tussen de zeer warme lucht, tropische lucht. En de iets koelere lucht bij ons. Bij ons hebben we een uitloper van een hoge drukgebied op de oceaan. Echt een heel klein hoge drukgebiedje. Zoals in elk geval dat er weinig wind is. En redelijk weer. Zijn opklaringen in een groot gebied van West-Europa. En weer, maar iets naar het oosten toe, behoorlijk wat regen van Zweden helemaal tot aan het zuiden van Europa met de nodige onweersbuien. Maar vanaf de oceaan komen er geleidelijk storingen aan. Dat duurt nog wel een dag of twee voordat ze hier zijn. Eerst even vannacht. In de kustprovincies blijven wolkenvelden aanwezig, zoals vandaag ook steeds. Wat lagere temperaturen had je daar. In het binnenland kan het opklaren. Ontstaat een mistbank, 5 tot 11 graden. Dat is de minimumtemperatuur. En dan voor morgen overdag, ik denk de mist verdwijnt snel. Het is droog weer en zonnige periode. Het houdt in zon en ook af en toe is een wolkenveldje. Maar droog weer en temperaturen van 15 tot 18 graden bij een zeer zwakke wind. Tot straks misschien. Weer of geen.